Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik heb wat leuke dingen gekocht die ik jullie graag wil laten zien. Wat kleding, make-up en nog een paar andere dingetjes. Dus ik ga gewoon beginnen. Als eerste had ik een nieuwe USB-stick nodig. Ik ben er echt een heleboel kwijtgeraakt. Waar ze zijn gebleven, I don't know. Ik denk ergens een keer in de auto of zo. En ja, vergeten eruit te halen of zo. En ze zijn in ieder geval allemaal weg. Dus ik was op zoek naar een nieuwe en toen kwam ik bij de Hema en toen zag ik deze hele schattige. Dit is een takkie. De welbekende takkie van Jip en Janneke. Ze hadden hem ook in een rookworst. De welbekende rookworst van de Hema natuurlijk. En hij heeft 8 gigabyte en hij was 8 euro. Nou ja, het is heel erg leuk, want ik heb hem al wel even open gehad. Want we waren echt heel benieuwd hoe het zat. En je hebt het koppie zit zeg maar het stickje in. En dan het achterkantje is gewoon echt het dopje. Dus hier zit het stickje op en dit is het dopje, laat ik het zo maar even zeggen. En ik vond hem echt super schattig. En ja, ik vond gewoon heel erg leuk van USB-stick. Er zit ook een hangertje aan, dus je kunt hem ook heel handig ergens aanhangen. Dus dat was de USB-stick. Dan was ik op zoek naar een flesje. En dat is deze. Dit is een opvouwbaar flesje. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het stickertje zit erop op, maar die klopt dus helemaal niet. Daar haal ik het lekker even af. Een opvouwbaar flesje. Als ik zal het even laten zien. Oh, nou ja, ik doe het wel even zo. Kijk, ik kan hem uitrekken. Dan kan ik hem ook heel handig weer inklappen. Dus als je. Ik trap me eigenlijk laatst het echt heel vaak op dat als ik onderweg ben, dat ik gewoon heel vaak dorst krijg. Ja, en dan heb ik eigenlijk nooit water bij me. En ja, dan haal je weer of een blikje of een flesje wat of ongezond is. En ja, het kost weer geld. Dus ik dacht, als ik nou een flesje haal en die stop ik in mijn tas, dan heb ik gewoon altijd wat te drinken bij me. En deze is wel gewoon heel compact. Dat hij ook gewoon, als je je flesje leeg hebt, dat je hem dus in kunt vouwen. En hij was 1 euro. Ik heb hem bij de Blokker gekocht. Ja, het leek mij heel erg handig. Hij zit dus nog nu niet in mijn tas, maar dat ga ik maar even snel doen. Ik moet wel zeggen dat hij nog best wel groot is als je hem uitvouwt. Dus ik hoop dat het gaat passen, maar ik denk het haast wel. Dan heb ik bij de Action heb ik dit naadloze hemdje gekocht. Dit is een hemdje die heeft voorgevormde cups en is naadloos. Is ook wel heel lekker gewoon nu de winter eraan komt, vind ik zelf. Het wordt al best wel koud en ja, heb je toch wat comfort. En ja, hij zit, ja, je hebt er gewoon lekker geen last van met dragen. Dus ook voor met slaap of zo is het heel fijn, denk ik. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Het is een zwarte. En hij was 1,89 geloof ik bij de Action. Dan heb ik een blazertje. Deze heb ik bij een supermarkt gekocht. Dit is een blazer die is een beetje koraalblauwachtig. Ik hoop dat de kleur een beetje goed overkomt. Ik heb normaal eigenlijk zelf altijd heel veel donkere kleding. Maar ik had zelf al een blazer in het wit en in het zwart. En toen hadden ze eigenlijk alleen ook nog een zwarte of deze kleur. En ja, toen heb ik toch voor een koraalkleur gekozen. Wat ik ook wel heel leuk vind, zijn die nepzakjes hier. Die zijn dus nu met een ander kleurtje afgemaakt. Dat vind ik zelf wel heel erg mooi. En deze was geloof ik 6 euro geloof ik. Ik geloof 6 euro. Maar ik heb hem in een supermarkt gekocht in ieder geval. Dan de make-up. Als eerste was ik op zoek naar wat nieuwe spullen van Essence. Helaas heb ik nog niet kunnen vinden alles, tenminste wat ik zocht. Want ja, je zit dan toch met het derde schap en die heb ik niet bij mij in de buurt. En op de webshop is elke keer alles uitverkocht. Dus dat komt later nog wel een keertje. Als eerste heb ik dit sponsje. Dit is de Gel Nails at Home spons. Hij is 1,59 euro. En deze is dus heel makkelijk te gebruiken in combinatie met de cleanser. Als je de gelnagelset hebt, dan zit er een cleanser bij. En ja, voorheen gebruikte ik dus zelf altijd een wattenstaafje om die cleanser het overige eraf te halen. Maar dit sponsje, dat hebben ze nu nieuw. En dat zal het gaan vermakkelijken. Dus ik ben heel benieuwd of dat het heel echt goed werkt.
Dan had je een aantal weken geleden bij de Kruidvat had je de 1 plus 1 actie op Rimmel. Daar kocht ik deze mascara. Ik hoop niet dat hij heel erg weer spiegelt. Ja, volgens mij wel. Hij is van de collectie van Kate Moss. Het is een Scandal Eyes mascara. Ja, ik denk dat je misschien ken je al wel wat producten die in samenwerking met Rimmel en Kate Moss is gemaakt. Het is overigens een lippenstift en een nagellak. Daar heb ik reviews over geschreven. Mocht je daar benieuwd naar zijn, ik zal eventjes daarover ook de reviews nog neerzetten. Omdat ik het daar nu even over heb, de links. Zal ik ze even plaatsen. En daar hadden ze nu ook een mascara van. Alleen een zwarte, geloof ik. Ik heb tenminste niet verder gekeken. Hij is nieuw en ik wilde hem heel graag uitproberen. En hij is €13. Maar je kreeg nu dus nog eentje gratis. Dus ik heb twee mascara's voor €13. Dan heb ik een nieuwe mascara gehaald van Essence. Daar kreeg je een eyeliner bij. Dit is de... Wat? Volgens mij. De Lash Princess mascara. Deze is nieuw van Essence in het assortiment. Ja, leek me een hele fijne mascara. En hij kostte nu gewoon €3. Wat hij normaal ook kostte. Was het €3? Ik weet het niet eens meer. Nou ja, je kreeg in ieder geval... Nee, volgens mij was die duurder dan €3. Maar je kreeg dan in ieder geval deze eyeliner ter waarde van €3 bij, dacht ik. Dus dit was een combi setje. En ja, ik ben altijd wel heel nieuwsgierig als Essence nieuwe producten uitbrengt. Om wat producten te proberen. En ja, ik ben heel benieuwd. Producten zullen ook wel ter review nog verschijnen, maar... ik zeg er nooit bij wanneer, omdat ik dat niet precies weet. Dan kocht ik van NYC, de Strip Me Off topcoat. Dit is een topcoat die laat een laagje achter op je nagels. Die breng je aan en dan kun je het als het ware gewoon je nagellak weer aftrekken. Dus het is eigenlijk ook een soort effect van de gel, nails effect van Essence hebben. Alleen hier hoef je geen lamp bij te gebruiken en ben je dus een stuk sneller klaar. Deze is al gereviewd. De link zal verschijnen. En deze was €2,50, dacht ik. En ja, hij is vooral heel fijn in combinatie ook met glitternagellak. Ik vind het zelf nooit fijn om glitternagellak gewoon aan te brengen zonder zo'n laagje. Want ja, je krijgt het er zo moeilijk af, vind ik altijd, met nagellak remover. En voorheen probeerde ik het ook wel in zo'n potje, zo'n ronddraaipotje zeg maar, waar je met je vinger in moest gaan. En dat werkte dan wel, maar niet 100%. Het kreeg er niet allemaal af. Dus uiteindelijk moest ik alsnog met zo'n wat staafje gaan lopen mieren of zo'n, ja, zo'n sponsje. Ja, nou ja, je weet vast wel wat ik bedoel, zo'n oog... verwijderingspatch. Ik kom gewoon niet op de naam. Wat stom, hè? Nou ja, dat is dus deze. Dan kocht ik een nieuwe nagellak van Sinful Colors. Deze is ook niet beschikbaar in alle filialen. Bij mij zelf in het dorp hadden ze hem niet. En toen kwam ik in een ander dorp, bestonden die wel. Zijn €2 per stuk, €1,99. Ik heb gekozen voor... Even kijken of het erop staat, hoor. Ik kan niet vinden welke kleur het is. Staat het onderop? Oh, lekker slim. Het staat gewoon onderop. Vacation time. 2,64 vacation time. Dit zijn de Sinful Colors. Die kun je volgens mij ook ja, een beetje vergelijken met die Chinese glass. Die glass nagellakjes. Dit komt uit Amerika. En ik heb een aantal bloggers hier al heel enthousiast over gezien. Ik was zelf ook heel erg benieuwd. En ja, ik was eigenlijk best wel blij dat ik hem tegenkwam. Het is gewoon ja, een beetje... oud roze, denk ik. Ja.
Ik hou zelf best wel van roze nagellak. Dus vandaar dat ik deze koos. Dat vond ik wel een heel mooi kleurtje. Deze had ik eigenlijk zo ook al in mijn winkelwagentje zitten op het internet. Maar toen kwam ik ze dus in de winkel tegen. En toen heb ik hem daar meegenomen. En deze ga ik ook zeker even reviewen. De Sinful Colors Nail Polish. Dan heb ik een Essence Zoclo Highlighter. Dit is een highlighter. Het is de 10 Look on the Bright Side. Ja, Zoclo zat ook nieuw in het assortiment. En ik was toevallig op zoek naar een highlighter. En ik had dus helemaal niet meer eraan gedacht dat Essence er een in zijn schap kreeg. Ja, en dan moet ik ook wel weer zeggen, het is ook weer het tweede schap. Dus ja, alleen de grotere Essence schappen hebben ze. Ik was echt heel erg blij dat ik hem van Essence zag. Want hij is toch budget. En ik vind Essence spullen zelf heel fijn. Volgens mij heb ik het al heel vaak gezegd dat ik echt heel groot fan ben van Essence. En dit is dan de Highlighter Zoclo. Deze komt ook nog op een review. Hij is 3,65 geloof ik. Of 2,65 zoiets. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Maar ik moet hem nog even wat meer testen om hem uitgebreid te kunnen reviewen. Maar tot nu toe bevalt hij goed, moet ik zeggen. Dan is er echt één merk die mijn, ja, liefde zal ik niet zeggen. Maar toch wel een soort van mijn hart heeft veroverd, gestolen. De W7. Het nieuwe palet In The Night. Dit is ook vooral op Smoky Eyes. En ik zal even de achterkant laten zien, omdat je een beetje een idee krijgt van de kleuren. Ja, het W7 in de Night palet. En we hadden natuurlijk al in de Buff en in de Nude. Ik vind het zulke een mooie palet. Ik ga de kleuren even laten zien. Ik zal hem even openmaken, zodat ik de kleuren kan laten zien. Ja, zoals je ziet zijn de kleuren wat donkerder. Ja, eigenlijk perfecte kleuren voor een smoky eye. En wat ik gewoon een heel fijn voordeel vind is van die W7 oogschaduw, dat ze gewoon best wel lang blijven zitten. Echt, ik heb ook wel eens keertjes gehad met een smoky eye. Die waren gewoon echt na een paar uur waren ze weg. Dan had je bijvoorbeeld echt 's morgens je moeite en je best erop gedaan om het er zo mooi mogelijk uit te laten zien. En dan halverwege de dag was het gewoon verdwenen of uitgelopen of wat dan ook. Dat vind ik bij W7 dus absoluut niet. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Het zijn gewoon fijne paletjes. Ik koop ze, ik heb ze bij de Op is Op vandaan en de Voordeelshop dan. Hij is 7,99. En ik kan jullie vertellen dat er ook alweer een nieuw palet zit aan te komen. Is ook iets met Buff. Ik zal de juiste naam wel even hieronder neerzetten. Die zal begin november uitkomen. Ik hoop natuurlijk eerder. Maar zoals het er nu uitziet, begin november. Dus ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie zelf van deze paletjes vinden. Of dat jullie ze getest hebben. Of dat jullie ze ook in bezit hebben. En wat jullie ervan vinden. Dus mocht je er al wat over kwijt willen, laat het me gerust even weten. Dan ben ik bij de laatste twee producten aangekomen. Dat is Maybelline London. Maybelline New York. Oh, ik ben helemaal in de war natuurlijk. Maybelline New York, sorry voor het ongemak. Paarse lipgloss. Heb ik bij de Action gekocht. 2,25. Nou, ik was gewoon een keer benieuwd naar deze lipgloss. En die heb ik toen meegenomen. Of gekocht, moet ik zeggen. Als laatste de Morning Baby Cream Blush van Miss Sporty. Dit is een blush in crème formaat. Heb ik nog niet geprobeerd. Ben ik heel benieuwd naar. Volgens mij kosten ze 2,99 per stuk. Je hebt ze ook in andere kleurtjes. En ik heb de 01 Pink Flush. Ben ik wel heel benieuwd naar nou ook. Nou, dit was dan ook eigenlijk mijn shoplogje. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat jullie van de producten vinden die ik heb
aangeschaft. Ja, en dan vooral natuurlijk ook heel erg naar wat jullie mening is over de W7 paletjes, de make-up paletjes natuurlijk. Ja, voor nu wil ik jullie eigenlijk gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wil blijven van mijn video's, abonneer je dan op mijn pagina. En als je dit filmpje leuk vond, druk even op het duimpje. Ja, voor nu bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg!